ruim, ruimtelijk, alles bij elkaar, weinig files. Ja, het lijkt een beetje Limburg. Flevoland bestaat dus uit twee delen, de Noord-Oostpolder en Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Een provincie die nog niet zo lang bestaat, hè, maar wel bijzonder. Een voorbeeld voor de wereld. Dit was gewoon vroeger zee. Dit was vroeger de Zuiderzee. Ja, en hier hebben we tegenwoordig het IJsselmeer en het Markermeer, maar dit was vroeger één zee. We hebben net gesproken met Leen Verbeek, commissaris van de Koning hier in Flevoland. Een paar grote uitdagingen, onder andere het ziekenhuis, maar daar heb jij heel veel mee gedaan. Vliegveld. Interessante thema's, maar ook in zijn algemeenheid de groei. En wat wij graag willen is dat hier ook Denk gaat groeien. Dus we willen graag meegroeien. En we zoeken een plekje hier in de Provinciale Staten. Nou, we hebben gehoord dat de provincie maar zo'n 32, 33 jaar bestaat. Denk bestaat deze, ook. Deze provincie is jonger dan ik. Ja, ja. Denk bestaat ook 3, 4 jaar. En Flevoland wil groeien, maar Denk ook. Maar dat kan jij ervoor zorgen. Zo is het. Ja. En dat betekent natuurlijk dat een verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor alle inwoners van Flevoland. Of je nou in Almere woont of in Lelystad, in Biddinghuizen of in het prachtige plakje. Nee, Harderwijk is Gelderland. Oh. Urk, daar wil ik het over hebben. Waar we ook stemmen hebben gehaald. Ik zou zeggen, neem je verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat het geluid van Denk ook in deze provincie zijn weerklank vindt in dit gebouw. Meld je aan als vrijwilliger, meld je aan als kandidaat. Laten we er samen voor zorgen dat we Flevoland een plekje geven waar Denk hoort. We zijn op dit moment in Lelystad. We staan voor de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. En wat is hier nou aan de hand? We komen hier aan en we zien dat er een bijeenkomst is belegd. Ik werd er net uitgezet door de beveiliging, omdat ik er, dat kregen we te horen, van de curator niet bij mag zijn. Nou, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er hier vast en zeker mensen bij zijn die niet tot het personeel behoren. Collega Öztürk, Selçuk Öztürk, zit nog binnen. Die is er niet uitgezet. Ik ben er wel uitgezet. Ik vind dat dus een rare gang van zaken. Maar wat is er nou aan de hand? Op 31 oktober doet minister Bruins in de Tweede Kamer de belofte dat dit ziekenhuis Lelystad volwaardige basiszorg zou krijgen. Een volwaardige spoedeisende hulpafdeling zou krijgen. En een afdeling acute verloskunde. Je ziet nu dat het ziekenhuis in Harderwijk een bod heeft gedaan en de belofte van de minister wordt niet nagekomen. We hebben 2 dagen geleden een motie ingediend in de Tweede Kamer om de minister wel te houden aan zijn belofte. Wat gebeurde er? Alle coalitiepartijen waren tegen. CDA, ChristenUnie, VVD, D66. De voltallige oppositie stond achter de motie van Denk. Wat laat dit zien? Dit laat zien dat de zorg niet meer van de mensen is. De zorg is van het systeem geworden. Als het ziekenhuizen niet uitkomt, als het de regering niet uitkomt, laten ze ziekenhuizen stikken. Laten ze personeel in onzekerheid achter. Laten ze patiënten in zorg in onzekerheid achter. En dat moet ophouden. De zorg is geen markt. De zorg is een publieke voorziening die er voor iedereen moet zijn. Ook voor alle Lelystedelingen. En daarom staan wij hier vandaag. De microfoon doet het. We zitten op dit moment in de raadzaal van de gemeente Lelystad. En ik zit op de plek van onze volksvertegenwoordiger hier, meneer Hukke. De provincie is belangrijk omdat provinciale statenleden kiezen de Eerste Kamerleden. En waarom is de Eerste Kamer belangrijk? De Eerste Kamer is belangrijk omdat in de Eerste Kamer wetten en regels die door de Tweede Kamer worden gemaakt, in de Eerste Kamer gestopt kunnen worden.